naam Tom. En waarom staan we hier vandaag? Omdat er de allereerste Noorder Eiland kinderkrant is gemaakt. Wie ben jij? Dileisha. Ik heb een Noorder Eiland eerste kinderkrant gemaakt. Ik heb mensen geïnterviewd en we hebben puzzels gemaakt en strips. Ik ben Tante Nino. Wat vindt u van zo'n krant? Ik vind het ontzettend leuk. Mensen hebben heel goed gewerkt. Geweldig, deze kinderen. En Bart is echt briljant. Hij heeft zo met mensen in de zin gekregen. En het was ontzettend leuk. Trots? Ja, zeker. Het is echt een ontzettend mooie krant geworden. Het was natuurlijk heel spannend als je begint van wat gaan we precies maken. En dit is echt boven verwachting. We dachten eigenlijk dat we een kinderkrant gingen maken van 8 pagina's. En uiteindelijk waren de kinderen echt zo goed dat we gewoon echt een hele mooie, dikke krant gemaakt hebben. Vol met verhalen over het Noordereiland van 16 pagina's. Het is echt super mooi geworden. Wat vond jij nou het leukste aan het krant maken? Nou, omdat het ook echt voor kinderen is, niet voor volwassenen. Er staan veel plaatjes in, veel leuke foto's. Welke onderwerpen hebben jullie zo al behandeld? We hebben echt zoveel onderwerpen behandeld, zoals bij het mooiste uitzicht, de persoon die het langs op het eiland woont. Ja. Hoe vond u het dat u werd uitgenodigd voor de opening van de krant? Vond ik heel leuk wat jullie gedaan hebben en jullie hadden mooie vragen. En dat ik jullie altijd op het pleintje mag ontmoeten bij duimdroppen vind ik ook erg leuk. Ja, wat vindt u nou zo bijzonder aan? Ze weet alles van het eiland nog. Ik ben een hoop kwijt. Ik kom eens 2 keer in de week. Omdat ik het eiland fantastisch vind. Wat vindt u ervan van uw artikel in de krant? Ja. Leuk. En die foto van mij dat ik als klein meisje in het gras zit, die vind ik ook erg leuk. Ja, de krant ontstond tijdens de lockdown. En ik ging koffie drinken bij Tante Nino en toen ging het gesprek over wat kunnen we nu nog wel organiseren. Hè? Want concerten kunnen niet en dit kan niet en dat kan niet. En toen dachten we een kinderkrant, dat kunnen we wel doen. En Pieter Jan en Nino die waren meteen heel erg enthousiast. Dus die zijn meteen gaan kijken van waar kunnen we het budget vandaan halen en hoe gaan we dat regelen. En zo zijn we aan de slag gegaan. Wat vond je het allerleukste? Het interview bij Joe Schillen, de meneer die de vlaggen van het Noordereiland ontwerpt. Het is ook leuk om dan aan het einde een krant te krijgen die je dan ook helemaal zelf hebt gemaakt. Voor herhaling vatbaar? Ja, die vraag hebben we mij heel erg gesteld van en nu, hoe gaat het verder? En wie weet, ik denk dat het sowieso een leuk idee is om mee door te gaan. Iemand opperde het idee, misschien is het leuk om de volgende krant met senioren te maken. Dus ja, wie weet. Ik ben Duk Vaandrager. We staan bij het Waaltje aan de ingang van het Moeraspad. Wat door Arie Berkelaar, een sjaarlozer in hart en nieren, die al 80 jaar in de Zuidhoek woont, in zijn eentje heeft aangelegd. In 2014 heeft hij hiervoor bij Mooie Nederland van de Natuurmonumenten de eerste prijs gewonnen van heel Nederland. Oké, dank je. Arie Berkelaar komt er nu aan. Ja, mijn vrouw die loopt hier met een kleinkind en dan gaan ze naar het geheime pad, noemen ze dat dan. En ja, ik zag dat daar helemaal geen naambordje zat. En als er iemand het verdient om dat een naam te krijgen, dan is het denk ik Arie Berkelaar. Buiten dat heeft hij nog veel meer dingen voor Charles gedaan. Dus ik vind het gewoon niet meer dan terecht dat hij daarvoor in het zonnetje gezet wordt. En dat hij dus zijn eigen pad krijgt, het Arie Berkelaar pad. Hij liep nog zelfs op zijn 70ste liep nog de marathon van Rotterdam. En ik denk dat het heel moeilijk voor hem is dat hij nu in Aafjes zit en eigenlijk in zijn beweging beperkt is. Ja. En daarom is een, in deze tijd ook een momentje, even een opkikkertje, denk ik, hem goed zal doen, hoop ik. Nou, het was geen marathon, maar toch wel even een behoorlijk end. Ja, zeker. Het is voor mij een hele verrassing, want het is alweer meer dan een jaar geleden dat dit gemaakt werd. Vroeger was het één groot moeras en nu kan men er over een tegelpad lopen. Dat heeft u allemaal gemaakt? Ja. Als u hier doorloopt, dan ziet u een pad ongeveer van, ik denk, 150 tot 200 meter. Wat helemaal door hem aangelegd is. De paaltjes, de kantplanken, de stenen, de zand. Alles is door hem met de hand allemaal aangevoerd. En heeft het duizenden uren heeft hij daaraan besteed. En daarvoor is dit initiatief ook vanuit de wijk, vanuit de Zuidhoek. Van om hem in het zonnetje te zetten en hem een eigen straatnaambord te geven.
voor de wijk is het gewoon leuk dat iedereen weet van wie het ook aangelegd heeft. En als je nu gaat doen Arie Berkelaarpad en je googelt dat, dan kom je gelijk dus bij Mooie Nederland en dan zie je dus ook de hoe of wat en wie het aangelegd heeft. Hoe kwam u daarbij dan om dat te gaan doen? Gewoon om iets voor de bevolking te doen. Ik vond het eigenlijk een vanzelfsprekendheid als men bijvoorbeeld gepensioneerd is en is nog vitaal. Want ik ben 81 jaar. Als we over het Arie Berkelaarpad, dan zie je in een soort moerasgebied waar dus allemaal links en rechts van dat pad wat water, de ganzen nestelen. Een oase in de stad eigenlijk. Hoe voelt dat? Heel goed, ja. Het is een stump, also het was een opdracht van de gemeente. En het object is, heeft de bedoeling om aandacht te besteden aan laaggeletterdheid. En dat was eigenlijk ook onderdeel van de opdracht om iets te doen, te ontwerpen met 90.000 potloden. Also het worden dan die stempotloden om het makkelijker ook voor elkaar te krijgen. En dat krijgt dan eigenlijk nog een andere lading, hè? Omdat het die stempotloden zijn. Hoe krijg je 90.000, also die 90.000 pennen dan staan representatief voor 90.000 Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven. A, B, C. Daar gaat ie. Zo, dat was. Even liever niet met de Nou, we doen het gewoon heel langzaam. Liever niet met. Vier ontwerpers waren er en we hebben als team Taal hebben wij Christine's ontwerp uitgekozen. En het zag er eigenlijk nog heel anders uit dan dat het nu geworden is. Maar ja, het is prachtig. Ja, ja. En we wilden heel graag de 90.000 Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven. Die wilden we heel graag symboliseren, hoeveel het er zijn. Maar ook met het kunstwerk dat je er wat aan kan doen. Het is gericht ook op de bibliotheek met lezen en schrijven. En als je, er zijn heel veel taaltrajecten die je in Rotterdam kan volgen. En daarmee worden je kansen gewoon om mee te doen in de samenleving die vergroot je ermee en je wordt er gelukkiger van als je begrijpt wat je leest. En dan denk ik, toch over de schrijven en lezen. En dan ben ik ook eens van die mensen. Ik ben ook van die buitenland en dan kom altijd werken. En dan hebben we geen tijd voor die leren lezen, schrijven. Nou, bokken over. Ja. Heb je geen spijt dat je niet bij de kachel bent blijven zitten vanmiddag? Nee, ik vind het eigenlijk ook best wel hartverwarmend als je het zo vraagt. Nee, dit is een ontzettend mooi kunstwerk geworden. En indrukwekkend eigenlijk ook wel. Als je ziet hoeveel potloodjes Rotterdammers hebben verzameld. En dat er even zoveel mensen laaggeletterd zijn. Dan zie je wel dat we nog een taak te doen hebben in deze stad. Dus dat. Daar denk ik van, nou, daar gaan we gewoon weer warm voor lopen. En dan vind ik het niet erg dat het een beetje miezert of regent. Welkom iedereen die kijkt. Dit is de Botanische Tuin Afrikaanderwijk. Deze tuin is al in 1925 aangelegd. En aangeplant ook, hoewel we niet weten of daar nog planten van over zijn. Een enkele plant wellicht. Hij hoorde bij het schoolgebouw. Wij noemen de tuin ook wel een veilige haven voor planten met een verhaal. Planten zijn heel vernuftig in het proberen te overleven. Bijvoorbeeld ook in het verspreiden en zich voortplanten. Nu staan er hier in de tuin een aantal planten die door een bioloog van Bureau Stadsnatuur, Remco Anderweg, hier in de tuin gezet zijn. Om de hoek.
De botanische tuin was oorspronkelijk een schooltuin. Daar werden biologielessen gegeven van de HBS die hier in dit gebouw zat. Educatieachtergrond heeft het nog steeds. Wij geven natuurlessen voor aan kinderen van de basisscholen hier rondom het plein. En voor het eerst komend jaar gaan we ook een middelbare school doen. We hebben contact met de vrije school De Kaap. En we gaan een les ontwikkelen over wat is nou een botanische tuin. Je ziet daar die klimplant met die mooie hartvormige puntige blaadjes. Die stekelwinder komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Kan ook besjes krijgen, maar wordt nog wel gebruikt om zijn wortel. De wortel schijnt geneeskrachtig te zijn. Hij is op een stuk of 4 plekken in Nederland ook aangetroffen. In Amsterdam op een plekje, nog elders in Rotterdam. Maar verder is eigenlijk niet bekend hoe die plant hier dan in Nederland verzeild is geraakt. Het kan zijn met vogels, dat vogels de besjes hebben gegeten. En dit is de absintalsem. Van de absintalsem werd het drankje absint gemaakt, waar schilders zoals Vincent van Gogh veel van dronken. En helemaal gek van werden. En helemaal ging hallucineren, ja precies. Deze soort, Artemisia salengis, hij komt dus ook verder in Nederland niet voor. En hoe komt zo'n plant daar dan? Deze ruikt heel lekker, die ruikt naar cola. Die heet de citroenalsem. En het is goed om oud DNA, oude planten te bewaren. Omdat er met nieuwe planten die doorgekweekt zijn, heb je nog wel eens dat er ziektes opeens ontstaan. Of dat er insecten komen die zo'n plant dan, die een hele oogst kunnen vernietigen. En als je die oude planten bewaart, dan kan je weer verder daarmee zorgen dat je verder kan kweken. Dat is een rol die botanische tuinen hebben. Wat staat er op het menu? Gebakken aardappelen met salade. En een schnitzel. Ja, ik vind het wel fijn eigenlijk. Dan normaal zitten we altijd met een grote groep. Maar dat ken nou niet door de corona natuurlijk dan. U woont in de buurt? Ja, ik woont in de buurt, ja. Hi, mijn naam is Marcia van der Schaaf. Ik ben leerwerkcoach hier in de horeca. Ik ben al 25 jaar in dienst bij de Paanmeijer. Nou, ik ben leerwerkcoach A en ik werk ook op de horeca. En ik doe een beetje de kantine runnen. Ja, wij werken hier met mensen met een beperking die een afstand hebben van de arbeidsmarkt. Dus ze draaien hier met ondersteuning van ons, draaien we met z'n allen de horeca. En voor degene die heel veel ervaring hebben opgedaan en redelijk zelfstandig kunnen werken, dan hopen we dat ze uit kunnen stromen. Ja, misschien wel naar een begeleid werkplek in een restaurant of in een keuken. Hey, en wat leert u de cliënten zo? Nou, ik leer de cliënten zeg maar zelfstandigheid. Dat ze leren wat ze doen, waarom ze doen. Dat ze het bewust doen. Hè. Als je zegt een cliënt, ja, ga schoonmaken. Ja, waarom maak je schoon? In de keuken is het heel belangrijk, hygiënisch bezig zijn. Wij zitten hier een beetje in een vergrijsde buurt. Er wonen best wel heel veel ouderen. En die toch ook wel eenzaam zijn. En die het erg leuk vinden om hier met z'n allen te komen eten. En ook een praatje te maken en voor de gezelligheid. Ik ben alleenstaand eigenlijk dan. Een oude kerel eigenlijk dan. Dus ik vind het wel fijn dat je hier nou eten kan halen. Maar voorheen kon je eten hier en dat was gezellig. Toen kwamen we van 5 tot 7. Kwamen hier gezelligheid en met de mensen onderling eigenlijk had je wat gesprek eigenlijk. En dat vulde je toch je tijd eigenlijk in. Dan was gezelligheid dan. Mis je dan een beetje nu? Ja, zeer zeker. Nu van de meegende maatregelen moeten we om 5 uur dicht. En zijn er een aantal mensen zeg maar die het eten komen afhalen. Maar ja, andere mensen vinden het niet de moeite, want dan moeten ze een taxi regelen of een wijkbusje. En die vinden dat te omslachtig en die komen ook echt voor het sociale contact met andere mensen. Nou ja, het belangrijkste is, het koken is natuurlijk lekker voor ze, maar we merken wel de onderlinge contact die ouderen met elkaar krijgen. We zijn hier al een aantal jaren ermee bezig en dan merk je toch de onderlinge contacten die groeien. En ik hoop dat het weer terugkomt eigenlijk, de gezelligheid. Maar goed, we hopen natuurlijk wel dat we in het nieuwe jaar toch wel weer open mogen voor 30 bezoekers dan. Maar goed, dat is even afwachten.
We staan op Facebook, staan we sowieso, en dan kan je ook het weekmenu zien. En er staat een telefoonnummer op en dan kan je bellen naar Krijleoord. En dan kan je reserveren dat je het eten komt afhalen. En dat eten kan je afhalen tussen 4 en 4:30. Pa Meijer zit hier niet alleen voor de cliënten. Nee, zeker niet. Wij zijn echt een gezicht in de wijk, zeg maar. We hebben ook, zeg maar, een wijkfunctie. Nou, dag. Doe voorzichtig. Dag. So this is Christmas, and what have you done? We hebben hier dus een hele mooie kerstboom in de wijk neergezet. Daar hebben we vandaag de lampjes in gaan hangen. En dus de komende dagen staat er gewoon een mooie verlichte kerstboom in de wijk. En iedere wijkbewoner in Rijenoord heeft een kerstkaart van ons gekregen. Waarin we ze alvast fijne feestdagen en een goed nieuwjaar wensen. En achter op die kerstkaart heb je de mogelijkheid om ook je eigen persoonlijke warme wens voor de wijk Rijenoord op te schrijven. En die kun je dus hier in de kerstboom komen hangen aan de Kruidenoord. Nee, we staan hier nog bij een informatiezuil vanuit aardgasvrij in Rijenoord. Want alle inwoners of alle woningeigenaren in Rijenoord hebben in september een aardgasvrij aanbod gekregen. Hè, voor de, in ieder geval de woningeigenaren in Rijenoord West. En mensen kunnen er nu over nadenken en hun keuze maken. Maar we snappen dat er best wel veel vragen leven. We hebben ook informatiebijeenkomsten georganiseerd. Maar ja, ook op dit moment kan dat ook natuurlijk weer niet vanwege corona. Nee. We mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren. Dus op deze manier hopen we toch wat vragen van mensen te kunnen beantwoorden. Door deze informatie zelf gewoon in de wijk neer te zetten. En hier kunnen mensen een soort van spel spelen. Dus je kan met twee mensen, eentje gaat hier staan, de andere aan de andere kant. En dan is er een vraag en dan kun je beantwoorden of is die juist of onjuist. En aan de achterkant staat dan eigenlijk het juiste antwoord of de stelling dus juist is of onjuist. Ja, en op die manier hopen we toch nog wat vragen die er leven over aardgasvrij. Dat mensen dat op deze manier achter het antwoord kunnen komen. En toch weer een stukje extra geïnformeerd worden over aardgasvrij. A new one just begun. And so happy Christmas. Ja, Warm Winter Rijenoord, dat is eigenlijk een actie die we de komende 10 dagen hier in de wijk Rijenoord hebben. Als een soort van kerstactie om mensen toch in deze donkere dagen rondom kerst, dat we toch allemaal weer een beetje thuis moeten zitten vanwege corona. Dat we toch vanuit de gemeente en vanuit aardgasvrij en Rijenoord Plus toch iets voor de wijk doen.